Weet jij wat dat aap betekent? Dom, goed. Ook niet, hè? Kijk. Ja, ook voor staat voor domme aap. Weet u misschien waar die aap voor staat? Nee, de aap van Utrecht. Ik denk is ammoniak. Ammoniak? Ja. Het is een spel. Het staat toch game? Ja. Maar wat voor spel is het dan? Ja, dat zoek maar op. Google maar even. Maar dat kunnen jullie heel goed. Moeten wij googlen? Ja. Google maar even. Oké. Aatje. Ja, Aatje, drank. Ik heb een hele leuke kritje. Kijk eens naar de bal. Waar staat die bal? Die bal is daar gegaan. Hey. Gisteren stond hij onder vloer. Het staat wel game on, maar... Dan zal jij hem er wel neergezet hebben als hij er gisteren niet gestaan heeft. Dat is een goeie. Yo bro, alles cool? Wat ben je aan het eten? Ik ben mango aan het eten, bro. Wat is het, bro? Hoe is het met jou? Ja, rustig aan, maar luister dan, ik moet je wat zeggen. En we staan gewoon overal in het nieuws, joh. Heb je niet gezien? Wat dan? Hier staat Mystery Ronde Aas in het centrum van Utrecht. Is dat echt het nieuws? Ja, maar we hebben helemaal kapot gemaakt, man. Bro, dat is positieve dingen, man. Kijk, mensen denken we zijn diep, maar aan de ene kant denken ze ook wel... Schaapvoetballen zijn gruwelijk, toch? Snap je. Maar kan je snel checken sowieso, man. Ja, is cool, man. Hé, hey, maar check het ook even, man. In het nieuws staan we gewoon, hè. Checken, toch? Ja. Is cool. Snap je, easy, man. Snap, rustig. Sta. Oké, daar gaat die samba. Halalalalala. Oh, mamma mia. Hey. Hey, arriba. Halle. Hey. Hey! Olé! Golazo! Yo, we zijn aangekomen bij de Isma Street Challenge. We zijn nog steeds hier in Utrecht. Esso naar Actiesport, want we zijn op deze. Game on. En vandaag ga ik de mensen hier in Utrecht uitdagen. Natuurlijk voor de gekke street challenges. Dus ik ben benieuwd. Ik zal gelijk eentje graaien. Hop. Foutje. Maar de eerste is natuurlijk, geef een panna waarbij je alleen met één been mag spelen. Easy man, let's get it. Goeiedag meneer, wilt u misschien een potje tegen mij voetballen? Jongeman, wil jij misschien een potje voetballen tegen mij? 3 scoren. Nee, wil jij misschien proberen? Nee. Meneer, wilt u misschien een potje tegen mij voetballen? Wil jij misschien proberen? Nee man, dankjewel. Wil jij misschien proberen, you want to try? Oké. Wie, oh wie, we zijn hier nog steeds in Utrecht. En wil jij het misschien proberen? Een potje voetballen tegen mij, tot de 3. Oké. Kom dan. Mag jij met de bal beginnen? Mag je bij de goal? Oké. Dan begin jij met de bal. Nee, is goed. Hoi, zo, jij bent goed. Wow. Wow. Oké, afstand toch? Ja, kom, oké. Let's go. Oeh, goed zo.
Let's go. Hoppé. Dankjewel. Oké, goed gedaan. Eerste challenge is natuurlijk gelukt. Op naar de volgende challenge. Utrecht. Are you guys ready? Geef een panna waarbij je alleen met de rug naar de tegenstander speelt. Oké, gaat me lukken. Easy man. Jongeman, wil jij misschien potje voetballen tegen mij? Ja, ik durf niet man, ik ben veel waarschijnlijk. Eet smakelijk. Ja, papa. Heel snel, papa. Ja, die kant. Drie scoren door de benen is klaar. High five. Helemaal lachen. Kom dan. Of wie gaat? Oké, laat hem. Jij mag zo, ja? Oké. Ja, drie scoren of door de benen is klaar, hè? Ben je er klaar voor? Oké, let's go. Hey, waar is die boy? Is die wat? Hey. Oeh, bijna. Oeh. Oh, op de paal. Dankjewel. De challenge. Ik wil weten wat jullie ervan vonden. Of het nou echt met mijn rug naar achteren was of niet. Ik vond het me een beetje twijfelgeval. Dus ik laat de video ref aan jullie over. Laat het weten in de comments. Het is je boy Easy Man. Like en subscribe Easy Man TV. Blauw duimpje. Klik het belletje aan. En let op de video's. Ra! Een panna aan een mooie chick. Oei. Oké, we zijn in Utrecht. Meer vrouwen dan mannen hier zo. We gaan het gewoon doen. Het is Easy Man TV. En let's get it man. Ra. Geef een panna aan een mooie chick. Van een mooie dame. Oei. Dat wordt een moeilijke. 1 hour later. Vraag hè. Hallo. Hi. Mag ik misschien wat vragen? Misschien. Vertel. Ja, ik ben bezig voor mijn YouTube kanaal en mijn challenge is dat ik een mooie dame moet vinden en die ik dan een potje tegen moet voetballen. Oh, oké. Dus. Maar ik heb wel pauze en een hold-up. Ja? Okay, nou, is toch niet zo erg. Oké, mag ik 1 keer schieten dan? Ja, tuurlijk. Geen potje, ik ben niet goed in voetballen. Nee, is niet erg. Oké, dankjewel, high five. Ja, yeah, en we matchen ook nog eens qua outfit. Ja, sowieso. Swag toch? Swag. Oké. We hebben een mooie dame aan de haak geslagen. Let's go. Ik ben hier niet goed in, hè? Ja, ik ook niet. Let's go. Even pakken. Nog een keer? Oké, kom dan. Wow! Nou, dankjewel hè. Cool. Dankjewel. Oké, nou. Dat was ze. Dankjewel. Welk YouTube kanaal is het? Easy Man TV. Easy Man TV. Ja. Even opzoeken. Heb je veel abonnees? Ja.
En ook op Instagram Easyman TV. Dus Easyman. Check it out, zou ik zeggen. Ik ga checken. Challenge is geslaagd. Laat weten wat je van deze challenge vond. Easyman versus mooie chick. Oftewel, mooie dame. Bang bang. Ja, ja, dit was het alweer. De street challenges van Easyman. Je weet hoe we het doen, toch? We hebben een mooie dame aan de haak geslagen. We hebben gekke panna's uitgedeeld. Laat weten wat jij van deze video vond in de comments. Like en subscribe mijn YouTube kanaal. And more is coming soon. We are out. Easyman, bang bang. Oh, jouw shirt, Jacob. Nou moet ik allemaal dit lopen scrubben voor jou. Ja. Ja, het is helemaal kapot. Kijk hem al op bont en blauw. Ja. Kijk, dan bij jou. Ja. Ach, ga weg, man. Ga weg. Is jouw schuld als B. Scrub, we zijn zo klaar. Iedereen valt mij hier. Komt goed, komt goed. Ik ga jou trakteren. Jij hebt goed gedaan. Dan mag jij deze. Nee. Ik ben deze.